dus een prima dag om Mozes in het zonnetje te zetten. Ik ben eigenlijk best wel fan van Mozes. Want Mozes had zo'n grote zalving op zijn leven en die had zo'n goede relatie met God. Ja, daar kan ik alleen maar van dromen. Maar daar vertel ik later meer over. Mozes die werd geboren als jong jongetje bij de Israëlieten. Die werden toen zwaar onderdrukt door de farao. En de farao die had bevolen dat alle jongetjes in de Nijl gegooid moesten worden. Dus ook Mozes. Maar zijn moeder die hield hem verstopt. En toen Mozes zo oud werd dat ze niet meer kon verstoppen, deed ze hem in een mandje en liet hem drijven op de Nijl. Maar in die Nijl, daar was ook, er werd gebadderd. En ook zo door de dochter van de farao. En de dochter van de farao die vond Mozes en die dacht, ja, dit is leuk. Dit is nog veel leuker dan een pop. Dus die heeft Mozes opgenomen als haar eigen kindje, zeg maar. En zo kwam Mozes in het gezin van de farao terecht. En hij groeide daar op en speelde met de kinderen en kleinkinderen van de farao. En kreeg het allerbeste onderwijs, leerde schrijven, rekenen en lezen. Maar op een dag was Mozes wat ouder en hij was niet vergeten waar hij vandaan is gekomen. En op een dag zag hij hoe Israëlieten werden afgebeeld door de Egyptenaren. En toen een Egyptenaar een oude man sloeg, toen hield hij het niet meer. Hij werd zo boos dat hij die Egyptenaar heeft vermoord. Hij probeerde hem nog te begraven en verstoppen. Maar de farao kwam erachter en die beval dat Mozes vermoord moest worden. Dus Mozes die vluchtte weg. Ver weg van waar hij opgroeide en alles wat hij kende. Maar weet je, Mozes was niet alleen. God was bij hem. En God die liet zich zien in de vorm van een brandende struik. En die vroeg Mozes, hey Mozes, wil je niet even je volk wegleiden uit Egypte? En Mozes zei, nee, mij niet gezien. Nee, dat snap ik ook wel. Want ik zou het ook niet fijn vinden om terug te gaan naar een man die jou wil vermoorden en dan even vragen of die zijn volk wil laten gaan. Maar God die was echt duidelijk. Mozes, jij moet je volk uit Egypte leiden. Mozes die sputte er nog wat tegen. Van, ik ben toch helemaal niet goed, ik kan nog niet goed genoeg praten. God, kies maar iemand anders. Maar nee, God die had echt Mozes uitgekozen voor deze taak. En weet je, als God je misschien uitdaagt voor een taak waarvan je denkt dat het niet kan, dan word je overladen met een zalving. God die zorgt ervoor dat je goed genoeg bent. En zo ook met Mozes. Mozes kreeg zo'n grote zalving op zijn leven dat hij het volk weg kon leiden. Hij kreeg in één keer verstand van rechtspreken, van hoe leid je een volk. Dus Mozes die ging naar de farao en 10 plagen later kreeg hij de farao eindelijk zover om het volk te laten gaan. Dus Mozes ging op weg. Samen met het volk, mannen, vrouwen, koeien, gingen ze richting de woestijn. Maar daar was een grote zee en de farao die had zich toch bedacht. Die dacht, ik wil mijn mensen toch niet kwijt. Dus die ging er achteraan met legers en mannen. En Mozes die zat vast. Aan de ene kant de zee en aan de andere kant de legers van de farao. Maar God was God niet als hij niet om zijn volk zou geven. Dus God die spleet de zee zodat Mozes en zijn hele volk doorheen konden. En op het moment dat de farao bij de zee kwam, ging de zee weer dicht. En alle Egyptische legers die verdronken. Maar toen begon het verhaal eigenlijk pas. Mozes en zijn volk die kwamen in de woestijn. En in de woestijn begon het volk te zeuren. Ze zeiden, ach, we hebben niet te eten en weinig te drinken. Waren we maar in Egypte gebleven, dan hadden we het nog beter dan nu. En Mozes die hield niet van dat gezeur. Want hij wist, dit is wat God wil en het is veel beter dan dat we in Egypte hebben. En Mozes die ging naar God. En die zei, mijn volk heeft niet te eten. En God zei, ik zal ze manna geven. Elke ochtend ligt er genoeg voor iedereen om te eten en de volgende dag weer. God voorzag in eten voor het hele volk, elke dag opnieuw. En het ook mooie vindt van Mozes is dat Mozes heeft God echt ontmoet. Hij is een keer de berg op gegaan voor de 10 geboden en het bliksemde en donderde boven op de berg. En het hele volk die was bang en vol ontzag. Mozes was niet bang om de berg om te gaan, want hij wist, ik ga God daar ontmoeten. En dat vind ik zo mooi. Want ik denk, als we God echt kennen, dan weten we dat God niet eng is. En ik denk dat we ook leer mogen trekken uit hoe Mozes met God omging.
Mozes was zo close met God. En hij had zo'n duidelijke opdracht. En bleef God echt trouw in die opdracht. En ik denk dat we daar allemaal hoop uit mogen halen. Want God is goed. En God gaf het volk keer op keer op keer. Gaf hij ze te eten. Heeft hij ze door de zee geleid. En God deed een wonder op wonder op wonder. En ik geloof dat als we heel dicht bij God blijven. Dat we ook wonder op wonder op wonder zien gebeuren. Omdat God bij ons is en wij voor God leven.